yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Shaking for the man. Yo guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Timmy en vandaag gaan wij een potje Advanced Warfare spelen. Ik zag Jan dit al eerder doen deze week, dus niet alsjeblieft in de comments zeggen. Oh, je doet Jan, ja, dit, dat, zo, zo. Ik wou het ook gewoon een keer proberen. Dus let's fucking go, jongens. Ik heb echt Advanced Warfare al zo lang niet meer aangeraakt. Dit is ongelooflijk. Ik heb er net een paar potjes, heb ik eventjes Oké, wacht even. Ik heb er net even een paar potjes gespeeld. Gewoon even om een beetje weer in te komen. En het is weer, ja, het is lastig. Er zit heel veel actie in, dat wel. Maar het is fucking lastig, maat. Het is echt moeilijk. Ik wil bijvoorbeeld, nu wil ik bijvoorbeeld mijn springknop ingedrukt. What? Oké, nee, wacht. Dit was Advanced Warfare, ik weet het alweer. Ik wou er net bijvoorbeeld mijn springknop ingedrukt houden om te gaan trusten. Maar ja, dat kan natuurlijk niet in dit spel. Hier moet je echt alleen maar klikken voor je springen, jongen. En je komt niet hoog. Nou, ga erop. Dankjewel. Ja, jij bent al dood. Oh. Maar dat maakt niet uit. We spelen vandaag met de ASME. Ik heb natuurlijk ook de bal Obsidian Steed. Want je hebt hier natuurlijk variaties in dit spel. Dus die heb ik ook als een troefkaart, zeg maar. Om het even zo te noemen. Dus let's fucking go. We gaan het gewoon proberen, jongens. En we gaan tot nu toe redelijk. We gaan tot nu toe best wel redelijk. Ik moet heel even, echt even wennen aan het aimen op dit spel, jongen. Want ik heb daarnet geprobeerd met een, wow, met een iets hogere sensitivity. Nou, dat werkte dus niet. Dus ik speel gewoon weer standaard sensitivity 5. Zoals ik ook op Black Ops 3 doe. Terwijl ik had verwacht dat ik mijn sensitivity iets hoger moest doen. Omdat het natuurlijk zo'n springspel is, zeg maar. Oh mijn god. Je hebt hier natuurlijk ook de paintball modus. Dus als je hier zo schiet, zie je zo kleurtjes. Dat is wel gaaf. Dat hebben ze ook. Hebben ze dat op Black Ops 3 toevallig? Volgens mij niet. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Oh, ja, oké, daar was ik al dood, man. Oké, let's fucking go, man. We staan 2 kills voor. We spelen Team Deathmatch op de map Solar. Dit was wel een van mijn favoriete mappen van Advanced Warfare. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dit was wel echt een van de favorieten. Al helemaal met Hardpoint. Of ik weet niet hoe die game mode hier op dit spel heet. Volgens mij gewoon ook Hardpoint. Maar, oh, wat? Wat is dit? Het zal wel. Ik roep het gewoon in. Ik weet het allemaal niet meer, man. Ik zit te veel in de Black Ops 3 groove. Ik weet nog de tijd, jongen, het einde van Advanced Warfare. Dat je alleen maar zat te zeiken. Oh my fucking god. Dat je alleen maar zat te zeiken, zeg maar, van oh, ik wil nu Black Ops 3 hebben en al dat soort gebeuren. Ik heb hier ook die. En allemaal dat soort gebeuren. En dat was echt, dat waren mooie tijden. En dat gaat nu ook weer gebeuren met Black Ops 3 natuurlijk aan het einde. Je kunt ook variaties instellen op je UAV. Dat vind ik wel echt iets wat ze wel echt gaaf hebben gedaan. Dat is echt heel gaaf wat ze hebben gedaan, hoor. Dat je gewoon kan zeggen zo van, hé, ik wil dit en dit op mijn UAV. Zodat het sterker is of beter. Of jij doet die variatie van de UAV, doe ik deze variatie van de UAV. En dan zijn wij overpowered als de pest. Weet je wel, allemaal dat soort. Wauw, en dan heb je ook nog campers. Ik zat hem wel de hele tijd te zoeken op die UAV. What the fuck? What the fuck is dit? Oh nee. Oh nee, ik weet het alweer. System hack. Een bombing. Wie gaat er zo hard dan? Er gaat er niemand hard in dat team. Wauw, wauw. Hé, er gaat niemand hard in dat team. Ja, 12 om 3 gaat hij gewoon. Jezus, hallo. Hij heeft een 10 killstreak. En dat betekent dat hij ook gewoon de kills erbij opgeteld van zijn scorestreak. Fuck off, fuck off, fuck off. Teammate, helemaal. Oké, teammate gaat dood. GG. Waar is hij? Kleren, waar is hij? Oh, daar. Zo, hé. Goed, John Dury. Hij zit hier te campen. Zo'n goosetje. Ja, hier. Klerenlaaien, jongen. Oh, de Insanity. Oh, dat is ook zo'n overpowered wapen, jongen. Kijk dan! Kijk hoe sterk dat wapen is, gek! Oh, teammate, laat me schrikken, maat. Zit er daarin, jongens? Oh, oh. Oh, mijn god, dankjewel, teammate. Kijk, teammates doen nu tenminste nog wel wat goed. Op Black Ops 3 zijn ze echt mongolisch bezig. Oh. Zoek me dood. Kijk, de ASM1 was echt een van de sterkste wapens op Wario van Advanced Warfare. Oh, is dat nou een camper? Ja. Potverdomme zeg, wat een campertje. ASM1 was een van de beste wapens van Advanced Warfare. Zo niet, dan was het wel de beste SMG van Advanced Warfare. Maar een van de beste wapens wat ik tot nu toe nog steeds vind. Oh god. Dat is toch echt. What the fuck, waar was hij? Oké, het zal wel.
Vind ik toch nog echt de bal 27 op Sinin Steed. En die heb ik toen gekregen van Jordi. Of tenminste, Jordi heeft hem toen gepakt tijdens de allereerste 24 uur livestream die we wouden doen. Die had toen voor me gepakt, die helaas in het water viel. Maar ja, dan zijn we alweer bijna volgens mij een jaar verder. 2 jaar verder. En we hebben er 1 gedaan. We hebben al heel veel livestreams voor jullie gedaan. We zijn al in Amsterdam Arena shit geweest voor jullie. Super ziek. Kom op, ga dood. Oh my god, ik kan niet door een muur heen schieten. Are you kidding me? Zo, hallo, mag ik nog rennen? Dankjewel. Oh nee, zeg maar niet dat hij zo'n Goliath pak. Hij heeft zo'n Goliath pak. Hoe de fuck kan hij zo gaan, joh? Ik zat 22-12. We staan achter. Wat? Hoe dan? Oh my god, ik moet even die bal pakken. Die man, die loopt daar de hele tijd al te campen. Hè? Wacht, ik ga hem pakken als hij daar nog ligt. Fuck it, echt hoor. Ah, hij ligt. Oh my god, are you fucking kidding me? Deze man is gewoon nu nog erger dan op Black Ops 3. Are you kidding me? Ik vind het wel geinig dat ik nog steeds potjes kan vinden op Advanced Warfare. Dat er ook nog steeds zoveel mensen... Want ik kan gewoon heel erg makkelijk een potje vinden, hè? Wist je dat? Ik kan heel... Wauw, even serieus, man. Ik kan gewoon heel makkelijk een potje Team Deathmatches zoeken op Advanced Warfare. Of gewoon een potje op Advanced Warfare. Mijn aim is niet beter op. Oh. Sorry. Teammates zijn ook volgens mij nog niet heel erg goed. Zo, jij kan schieten. Ik zat even op hem te concentreren, maar hij kan schieten, toch? Maar ik ben zeker de enige die echt zo grotendeels aan de punten heeft geholpen natuurlijk weer. Dat is wel bijna logisch. Ik snap niet hoe teammates zo slecht kunnen zijn. Er zit hier 1 binnen. Dat weet ik 100% zeker. Oh, tuurlijk. Oké, wacht. Teammates kunnen niet killen, maar ze kunnen nog wel... Ja, ze kunnen nog wel mijn kills nakken. Er zit daar de hele tijd iemand te campen. Ik zweer het, jongen. Volgens mij is Advanced... Wow, oh ja, dat kun je ook nog doen. Volgens mij is Advanced Warfare echt zo'n campspel geworden. Dat was sowieso een campspel. Elke Call of Duty is een fucking campspel op het eind. Dus ja, waarom... Ik zat er al achter, ouwe. Ga eens rennen, kleren zeg. Ik ben 1000 jaar lang ben ik dat ding aan het indrukken. Kom maar, als je bal hebt, laat je jezelf daar zien. Ik heb hem gestunt, teammate. Kom op, pak hem. Oh, dat is een lijk. Zit hij nou niet op lijk geschoten? Wauw, even serieus. Ik heb het er net over dat ze een beetje campen. Maar dit is ongelooflijk. Waarom ga je daar zitten, ouwe? Pak hem, teammate. Ik wil een assist zien. Waarom krijg ik geen assist te zien? Waarom ben je daar ook aan het schieten? Dit slaat toch nergens op? Wauw, Advanced Warfare is zo mongolisch. Wauw, ik snap ook. Ik ga dit straks ook weer verwijderen van mijn PlayStation. Dit was gewoon zonde. Die man die bleef maar schieten op 1 plek. Wat onlogisch was. Oh, ja, dat had ik kunnen verwachten. Ja, dat had ik kunnen verwachten. Dit is ongelooflijk. Die man die blijft daar maar zitten. We gaan nog verliezen ook als we zo doorgaan. Oh. Ja, we gaan keihard verliezen. Ah, dit haat ik dus echt zo erg. Kijk, ik kan niet eens... Oh, ik weet alweer waarom ik Advanced Warfare haatte. Dat spel gaat ook meteen op PlayStation 29 om 22. Fuck deze shit. Doei. 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 We gaan meteen afsluiten. Meteen afsluiten. Ik haal meteen die cd eruit. Ik haal meteen die cd eruit. Dank je. Hier. Zo. En dan doen we dit. Zo. Dus jongens. Mocht dit leuken, vond het even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal. Voor meer van dit video. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En dan zie ik u weer bij een volgende video. Later jongens.